Dit is de Ford Fiesta Sprint Cup, powered by Hankook. Leider in het juniorklassement in het Nederlands kampioenschap. Dit is Daan Pijl. Pas 15 jaar omstandigheden. Licht te gaan uit. Met op links de auto van Karasani. Die komt niet helemaal lekker weg. Hij hobbelt, hij bobbelt. En dan is Pijl er voorbij. Hermans er voorbij. En dan is Karasani naar het middenveld. Dan gooit Benschop hier te vroeg de deur dicht. En dan is er even contact met Daan Pijl. Pijl blijft op positie nummer 3. Hier dan de Belgen aansluiting beginnen te vinden bij Daan Pijl. In eerste instantie is het Kenny Hermans aan de buitenkant in de Tarzanbocht. Dat is gewaagd. Pijl gekozen door Cor Euser. Slim rijdend. Maar Hermans heeft hier zijn voorsprong. Gaat doorschuiven naar positie nummer 2. En krijgt de eerste 3 binnen een seconde van elkaar. Wat een visitekaartje voor de Ford Fiesta Cup. En de plaats algemeen en voor de 4e maal dit seizoen wint hij bij de junioren Daan Pijl. Maar was er niet ergens de drive om ook algemeen de zegen te pakken? Ik zat ermee te spelen, ik zat te kijken. In volgens mij de ene laatste ronde kwam ik er nog een beetje bij. Maar dit was het niet waard. Op één leden Leroy die zit in de senioren. En dan heb ik een Belg daarachter, dus ik zou er niks mee winnen. Maar ik zat er zodanig wel achter dat als er iets gebeurde, dat ik er gelijk gebruik van kon maken. En ook misschien nog een overall kon winnen. Maar ja. Ik ben heel tevreden, ik ben eerst in mijn klas en daar gaat het om. Het is goed of schadevrij, dus ik ben heel blij. Daan Pijl, the boy to beat. Start van de race nummer 2 met De Wit rechts, links Koen, goed weg. David de Sager zit erbij, dit is Daan Pijl in duel met Juri Verswijveren. Daar is Leroy Stewart, trouwens ook in het wit-geel, die komt ook meteen naar voren. Ja, die moet wat, hier links in beeld. Meteen vol in de aanval. Stewart heeft de snelheid. De Wit pakt in de Tarzanbocht meteen de leiding. Positie nummer 8 met Pijl in de aanval. Stewart zit tafel. Treintje rijden in de openingsfase. De eerste 8 van de wedstrijd. Terwijl Daan Pijl de aanval krijgt van deze man. Jules Grauwels. Terug vooraan in de wedstrijd. Verswijveren op zijn beurt voelt nu echt de druk van Daan Pijl. Dit gaat om positie nummer 2 en 3 bij de junioren. Daar komt de aanval van Pijl. In de Huguenotsbocht schuift hij door en gaat nu richting de Belgen. Kijk maar, die vindt hier de aansluiting en zet een aanval in uit het boekje. Voorbij Hermans, die zich dan nog niet gewonnen heeft. Aan de rechterkant zit Hermans nu. Hermans die de leiding heeft overgenomen in het Belgisch kampioenschap na race nummer 1. En eigenlijk nu voor de Sager moet eindigen om ook leider in het kampioenschap te blijven. Eerst maar eens afrekenen met Daan Pijl. En Pijl gaat verder. Pijl jaagt op David de Sager. Oh, Pijl nu naar positie nummer 3. Daan Pijl op 3,6 seconden. Bij de junioren. Daan Pijl blijft aan de leiding. Colin Karasani wint een plekje ten koste van Juri Verswijveren.